Een droom waarmaken proberen ook de kandidaten in blokken. Beiden willen natuurlijk winnen. Rob Goens speelt vaak de moeilijke tweede keer. Geert Benoit geeft tegenwicht en hoopt zo morgen opnieuw van de partij te zijn. Corolla New Generation. Hij heeft alles meegekregen. Dus ook meteen ook voorlaatste aflevering van dit spel deze week. Met eindelijk iemand die voor de tweede keer speelt. Dus ik kan nog eens een open deur intrappen. Of de kast met de gemeenplaatsen open doen. En dan valt daar meteen uit. De tweede keer is altijd de moeilijkste keer. Het zal ook blijken misschien wel voor Rob Goens uit Overpelt. Die nogthans gisteren op overtuigende manier de finale wist te winnen. Hij speelt vandaag tegen een man uit Menen. Dat is West-Vlaanderen. Geert Benoit heet hij. En ik heet u allen welkom en hen ook in blokken. Niet waar, Rob, jij zal waarschijnlijk dit spel al wel een tijdje kennen. We zijn nu aan onze negende jaargang bezig. Dus we hebben denk ik al letterlijk zeker 400 mensen gehad die in hun tweede aflevering sneuvelden, hè, in dit spel. Zorg er nu voor dat jij niet een van die mensen wordt. Hè? Ik doe mijn best. Oké, maar bestaat er zoiets als een tactiek voor je tweede aflevering? Ik denk dat niet. Hè? Ik denk het niet. Gewoon doorgaan en aanvallen. Hè? Dat is wat je deed vorige keer en dat deed je erg goed in de derde ronde. Je woonde in Overpelt, maar je was afkomstig uit Leuven, zeg je. Ja. Ga je er nog vaak naar terug? Eén keer per maand, zo. Familie en zo. Ja, meestal bij mijn even op bezoek. Ja, en die speelt ook met de kaarten, want je hebt ons verteld dat jullie zetten, oftewel jokken. Ja. Nee, mijn even speelt niet met de kaarten. Die doet alleen pinten drinken. Alleen pinten, nog plezanter. Ja. Ja. Dat is ook zetten, hè? Ja. Kappen eigenlijk. Kappen. En jullie speelden dat spel zetten met de kaarten, maar je hebt eigenlijk niet gezegd hoe dat eigenlijk gaat. De boer was het hoogste, maar hoe gaat het dan? Ja, dus het gaat maar met 8 kaarten per persoon. Dus met 32 kaarten. En je moet zelf troef maken. Dus je kijkt de kaarten. Je speelt altijd met een vaste maat. En je kijkt de kaarten. Je kunt gokken op de kaarten die je maat heeft. En dan kun je zeggen, ik speel voor 5 slagen, 6 slagen, 7 slagen of 8 slagen. En je moet volgen ook? Je moet blijven op dezelfde kaart? Je moet blijven volgen, ja. Je mag niet zomaar... Dat is moeilijker dan wiezen eigenlijk. Nee, het valt mee. Ja. Maar dus in de troef is dan de boer het hoogste. En de boer, als bijvoorbeeld schoppenboer het hoogste is, dan is klaverboer het tweede hoogste. En dan aas, heer, dam, 10, 9, 8. Moet u mensen nu toch uitleggen? Daar kunnen de mensen nog altijd iets van leren. Ja, maar het is geweldig ingewikkeld als je het hoort. Ja. Maar als je het speelt, dan is het vrij gemakkelijk als je een goede kaart krijgt. Des te beter. Veel succes in je tweede aflevering tegen Geert Benoit. Nochtans, Geert, we hebben al dikwijls moeten passen met geweldig goede kaarten in ons hand ook. Hè? Jij ook? Dat klopt. Ja, zeker, zeker. Speel je met de kaarten soms? Manullen, ja. Met de twee zonen, soms elke keer. Je hebt twee zonen? Ik heb twee zonen. En je leidt die op tot manillen? Niet echt, nee. Doen die nog iets anders? En wat doe jij nog anders in het leven? Ik werk als hoofdopvoeder in een instelling voor bijzondere jeugdzorg in Kortrijk. In Kortrijk, ja. En in je vrije tijd? Mijn vrije tijd besteed ik vooral in een VZW creatief genaamd. Die... Eigenlijk feesten eigenlijk organiseert ten voordele van instellingen zoals de onze. Om dan uiteindelijk een kleine financiële bijdrage voor de gasten zelf. Is dat dan in het arrondissement Kortrijk is dat. Met optredende groepen of discobars? Soms wel, ja. Ja. Soms wel, maar vaak niet. Het hangt ervan af. Het ene jaar doen we met een optreden. We hebben al Bram Vermeulen gehad. Willem Vermander, volgend jaar hebben we Jule Meijer die komt. En het andere jaar is het soms een keer een fuif organiseren of iets dergelijks. Ja. En nog iets daarbuiten? Ja, ik ben pas geslaagd in mijn examen voor scheidsrechter in het basketbal. Scheidsrechter in het basketbal? Ja. Is dat ook zo moeilijk zoals in het voetbal met een lange opleiding en laag beginnen en zo? Ja, dat is heel laag beginnen, ja. Bij de pre-microben is dat dan, 6-7-jarigen dan. Ja, en je ziet zo heel vaak in het basketbal die scheidsrechters naar elkaar tekens doen. Zoiets van de... Wat wil dat zeggen? Dat is een aanvallende fout. En de tekens die ze doen, meestal is dat het nummer van de speler die de fout begaan heeft. Ah, oké. Okay. Goed, Geert. Ontzettend veel succes toegewenst in je eerste aflevering. En we gaan over naar de eerste 10 vragen in blokken. Ja. En die zijn goed voor 10 punten per goed antwoord. En we noemen het ook wel eens gemeenzaam de eerste ronde.
Wat is het voltooid deelwoord van het werkwoord zuigen? Rob, gezogen. Dank u. Maar gezoogd kan ook, hè? Maar dan is het met een andere betekenis. Ik kijk even naar de jury. Dan is het een voltooid deelwoord van zogen. Hahaha. Voilà. Dat durfde ik niet zeggen, hè? Laat staan zogen. Ja. In welk West-Vlaams stadje, bekend om zijn jaarlijkse boeteprocessie, bracht de in 1994 overleden Paul Delvaux de laatste jaren van zijn leven door? Veurne. Ja, is goed. Hij had ook een huis in Sint-Idesbald, en dat is een deelgemeente van Kokseide, en daar verbleef hij ook vaak. Maar hij had ook een huis in Veurne. En daar gaat de boeteprocessie uit. Ja, Menen, Veurne, hoe ver zou dat zijn, Geert? Ongeveer een 60-tal kilometer. Ah, toch nog 60 kilometer. Ja. Hoeveel dinsdagen zijn er maximum in één jaar? 52. Nee, Rob? 53. 53, hè. Als 1 januari van een niet-schrikkeljaar op een dinsdag valt, is 31 december de 53ste dinsdag. Ja, dat kan dus. Elke dag kan een 53ste hebben. We zitten aan vraag nummer 4. Welke Australische tennisspeler verloor in 2001 in Wimbledon in een spannende finale in 5 sets van Goran Ivanišević? Hewitt? Nee. Rob? Geert? Rafter. Ja, Patrick Rafter. Patrick Rafter, hè. Goed gespeeld. Want Patrick Rafter die raakte dan gekwetst, hè, in de finale van de Davis Cup. En hij kon dus de kleuren van Australië niet verdedigen. En ze verloren tegen Frankrijk op het einde van vorig jaar. We luisteren. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide. Nathalie. Welke Franse zanger zingt hier over Nathalie? Gilbert Bécaud. Voilà. Gilbert Bécaud, de man die later legendarisch werd als de stichter van de Art Bécaud. Ja. Want zijn echte naam was eigenlijk François Silly. Maar ja, daar breek je niet mee door, hè. Zeker niet in Engeland, als je François Silly heet. Niemand slaapt u rustig verder. Ja. Was Homeros? Homeros, was dat een Romeinse of een Griekse dichter? Rob? Een Griekse. Zeer juist. Grieks dichter, vooral bekend van de heldendichten Ilias en Odyssee. En nu weer 50 punten voor Rob. Op 24 februari 1989 werd in aanwezigheid van 150 bewindslieden uit de hele wereld de keizer van Japan begraven. Hoe heette die man? Geert? Hirohito. Ja, Hirohito. Op 87-jarige leeftijd stierf die en werd opgevolgd door zijn zoon, de nu nog regerende Akihito. 140-80 dan weer. Elvis Presley maakte al sinds 1954 platen, maar hij kreeg pas grote bekendheid door toedoen van zijn manager. Hoe heette deze zogenaamde kolonel? Parker. Colonel Parker. Maar dat was oorspronkelijk een Nederlander uit Breda. Het was helemaal geen officiële kolonel natuurlijk. Maar wel goed voor 50 punten. Ben je een fan van Elvis Presley, Rob? Ik hoor hem wel graag zijn, ja. Geert? Niet echt. Nee. Niet echt. Nochtans, Luc de Vos van Gorky heeft het ooit gezegd, hè. Sterren komen, sterren gaan, alleen Elvis blijft bestaan. Dat is mooi gezegd, hè. Allee, slaapt u nu nog maar nog rustiger verder. Hoe moet je doen met zich? In welke Limburgse deelgemeente ligt een bekend autoracecircuit? Zolder. Zolder. Want dat is een deelgemeente van Heus de Zolder, hè? 200 tegen 90. En dan de laatste. In welke stripreeks verscheen het album Het Geval Pascal? Geert? George. George, nee. Van George en Jimmy, nee. Rob? FC de Kampioenen. Dat is goed. FC de Kampioenen. Pascalke natuurlijk, hè. Mijn gedek, kameraad. Pascalke. En weer 50 punten voor Rob aan het einde van deze ronde. De zeer succesvolle reeks FC de Kampioenen kent ook een zeer succesvolle stripreeks natuurlijk. En het geval Pascal is daar één aflevering van één stripverhaal album van. En Rob staat aan de leiding en die verdwijnt dus voor de tweede ronde. Dat
wilde ik eigenlijk nog even kwijt. Geert, het gaat niet slecht, maar echt lekker gaat het ook nog niet. Hè? Maar de snelheid, hè, man. Ja. Pas daar straks mee op in die derde ronde. Nu speel je met Zuid-Amerika. Twee. Welk Zuid-Amerikaans land werd door Amerigo Vespucci Klein Venetië genoemd? Brazilië. Nee, dat is niet goed. Snooker is de tweede. Vier. In het officiële snookerspel worden ballen gebruikt van 8 verschillende kleuren. Welke van volgende kleuren hoort daar niet bij? Zwart, roze of oranje? Oranje. Juist. De roze en de zwarte zijn de twee met de meeste punten. 6 en 7. En oranje bestaat niet. Andere kleuren zijn blauw. En dan groen, bruin en geel. En natuurlijk alle rode. Ierland is de derde, Geert. Twee. Op 17 maart vieren de Ieren hun nationale feestdag. Dat feest valt samen met de feestdag van de apostel van Ierland. Hoe heet die heilige? St. Patrick. Ja, St. Patrick's Day, hè. Dat is heel bekend. Dat is op 15 maart. En overal ter wereld vieren de Ieren dat zeer uitbundig. En dat kunnen ze. En dat doen ze dan, want die Patricius die wordt afgebeeld, staat hier in bisschoppelijk gewaad met slangen en een klaverblad. En dat is de shamrock, hè, aan zijn voet. En dat is ook het symbool van Ierland. Taalspelletje. 3. Welk voorzetsel is het chemisch symbool van het element natrium? Na. Ja, dat is goed. En A, ah, ja, die krijg je. Dat is 100 punten waard. Ja. En dan de laatste rekenen, Geert. Hoeveel is 309 plus 603? 912. Dat is goed. En toch een 4 op 5, hoor. En dan eens even kijken wat hij daar nog uithaalt. Minstens 50 punten. En ik zei met opzet minstens. Want het worden er 100 en hij komt op 240. En Geert Benoit, de man die voor de eerste keer speelt uit Menen, heeft zijn tweede ronde achter de rug. En Rob speelt voor de tweede keer. Dat is alweer een tijd geleden, hè, dat we iemand zelfs voor de tweede keer hebben gehad in dit spel. Rob uit Overpelt, de man die met de kaarten speelt. Maar nu was het muziek. Welke? Mary J. Blige en Family Affair. Ja. Zuid-Amerika, eerste tip. Mary J. Twee blokjes. Hoeveel? Twee. Twee. Mary J. Blige is dat volgens mij. B-L-I-G-E. Zuid-Amerika dus. Welk Zuid-Amerikaans land werd door Amerigo Vespucci Klein Venetië genoemd? Geen idee. Je kan het eigenlijk afleiden uit de naam van het land, hè. Venezuela. Vene van Venetië en Zuela, Klein Venetië. Want dat deed hem denken aan de Italiaanse stad Venetië, naar verluidt. Dat is zo'n beetje een legende. Snooker, de tweede. Twee. In het officiële snookerspel worden ballen gebruikt van 8 verschillende kleuren. Welk van volgende kleuren hoort daar niet bij? Zwart, roze of oranje? Oranje. Goed. De derde, Ierland. 3. Op 17 maart vieren de Ieren hun nationale feestdag. Dat feest valt samen met de feestdag van de apostel van Ierland. Hoe heet die heilige? St. Patrick. Goed. Nou, het is toch wel duidelijk bekend, hè? St. Patrick. Ja, het is rustig bouwen. Maar nu is het even scoren. Voorlaatste taalspelletje, Rob. 4. Welk voorzetsel is het chemisch symbool van het element natrium? Na. Goed, Na. Een zacht, zeer reactief metaal staat hier. Natriumdamp wordt gebruikt in gasontladingsbuizen die een typische gele kleur geven. Zijn het dan halogeenlampen? Nee, halogeenlampen. Al licht, wel licht. Ja. En nog 4 voor rekenen, Rob. Hoeveel is 309 plus 603? 1515. Dat is wel veel, hè? 912, daar gaan we het mee doen, hè? Oké. Okay. Dus 130 voor de Rob. En dan is het maar de vraag.
Of het in zijn tweede aflevering ook de Rob en de Rover is, want Geert heeft beter gescoord. 240 in die tweede ronde. 330-93, op 60 punten verschil staan ze. Dus ik zal nog maar eens een open deur intrappen. Wie het snelste is in de derde ronde gaat straks naar de finale. Reken maar. Want qua algemene quizkennis zijn ze aan elkaar gewaagd, dat is duidelijk. Vrouwelijke nevenvormen. Eerste tip voor Rob. Wat is volgens Van Dalen de vrouwelijke nevenvorm van het woord psychoanalyticus? Psychoanalytica. Ja, psychoanalytica. In het Nederlands zeg je de P voor de S, pse, maar in het Engels niet, hè. Dan zeg je psychedelic fuzz. En dan de tweede, Brussels gewest. Rob. Welke gemeente behoort niet tot het Brussels hoofdstedelijk gewest? Vorst, Ukkel of Dilbeek? Dilbeek. Ja, is goed. Dat ligt in Vlaams-Brabant aan de rand van het Brussels hoofdstedelijk gewest, met als deelgemeente bijvoorbeeld Schepdaal, waar de bekende politicus Valkeniers vandaan komt. Jef Lawijt, zo noemden ze hier. Ja, echt waar, Jef Lawijt. Cijfers, de derde. Geert, wat is het hoogste cijfer in het getal 87.693.888. 9. De 9. 9 is goed, ja. En dat is een belangrijke 9, want die levert een 50 extra punten op. Brengt ons bij nummer 4. Egyptische koning. Weer Geert. Wat is de Nederlandse naam van de Monomorium pharaonis, een zeer kleine subtropische mierensoort die zich bij ons kan handhaven in verwarmde gebouwen. De tip is Egyptische koning. Gemakkelijk, hè? Ja. Rob? Faraomier. De faraomier. De farao was een Egyptische koning. En we zochten de faraomier. We gaan eerst Rob laten spelen. En hier staat, deze mieren zijn voor de mens hinderlijk omdat ze overal kunnen indringen en infecties overbrengen. Ze eten zelfs wasmiddelen en elastiekjes. En nu moet je niet oh doen, hè? Nee, want dat blijkt iedereen al lang te weten, of wat? Dan de beeldvraag. Rob, welke costa is hier met een rode stip aangeduid? Lloret de Mar en Playa de Haro zijn er enkele bekende badplaatsen. Costa Brava? Ja. Costa Brava, Catalana. Want trouwens, Playa de Haro is de Spaanse benaming en nu heet dat Platja de Haro. In het Catalaans, nietwaar? Dat betekent ruige kust namelijk, Costa Brava. Ga je daar wel eens naartoe, Rob? Nog nooit in Spanje geweest. Allee, waar gaan jullie op vakantie dan? In het binnenland. Allee, nummer 6, daar zitten we aan. Musea. Geert, in welke stad kan je het British Museum bezoeken, het Nationale Museum van het Verenigd Koninkrijk? Londen. Juist, niet gemakkelijk, hè. Oh. Soms is het werkelijk smijten met de antwoorden naar de kandidaten in hun hoofd. Maar dat mag wel eens, want zo komt Geert op 480 en 600 voor Rob. Kuifje. Geert, welke Dirk componeerde de muziek van de musical Kuifje de Zonnetempel die in september 2001 in de Antwerpse Stadsschouwburg in première ging? Dirk Brosset. Dirk Brosset. Componeerde bijvoorbeeld ook de muziek van de film Daans. Nummer 8, De Witte van Sichem. Weer Geert. Speelde Remo van het Groenewoud een rolletje in De Witte van Sichem van Robbe de Hert, ja of nee? Ja. Juist, hij speelde kaartjesknipper in een trein. Ja. Hoe gespeld, schat, zou Robbe de Hert zeggen, want je komt op 630 en 600 nu voor Rob. Ik heb er nog twee, Olympisch voetbal. Rob, Cameroen en Spanje speelden de finale in het mannenvoetbal op de Olympische Spelen van Sydney 2000. Welk land behaalde het zilver? Cameroen. Wat denk jij, Geert? Spanje. Spanje, ja. Rob is nog nooit in Spanje geweest, dus dat kan ik niet weten. Hè. Cameroen won inderdaad het goud na strafschoppen. En dat is duur, hoor. Ja. En ik vrees dat je hiermee je tweede finale verspeelt, Rob. Dat is pech. Blauw-groen. Rob, voor de sport. Hoe heet de sterk smakende Franse schimmelkaas die gemaakt is van schapenmelk en genoemd naar een plaats in de Cévennes? Tip is blauw-groen. Hey.
Rochefort? Nee, Roquefort. Roquefort. Rochefort is in België, maar Roquefort zochten we. Maar hoe dan ook gaat Geert naar zijn eerste finale. Ja, en Rob. Rob die vervoegt dan toch het contingent van spelers die in de tweede aflevering de finale niet halen of althans niet doorstoten naar een derde aflevering. Voorlaatste kijkersvraag van deze week. Welke van de 9 planeten is het verst verwijderd van de zon? Welke van de 9 planeten is het verst verwijderd van de zon? De tip is, die u gratis van mij krijgt, een hond uit de Disney-strips of films. Makkelijk dan, hè? Dan weet u het zeker. En goed, een citytripje voor 2 personen naar een Europese stad naar keuze kan u winnen als u morgen het 5-letterwoord dat we zoeken kan vinden en ons dat laat weten, uiteraard. Rob, Spanje verloor met strafschoppen. Maar je wist het niet. Geen voetballiefhebber? Nee, helemaal niet. Helemaal niet? Hoe ga je dan door het leven? Ik kijk wel naar grote matchen, maar liefst in gezelschap, in het café. Als je ondertussen met de kaart kan spelen. Ja, en dan kunnen we eens wat babbelen erover en zo. Maar alleen bijvoorbeeld thuis zou ik nooit naar voetbal kijken. Allee dan. Naar wat dan wel? Naar diepzee bungee jumpen? Naar blokken onder andere. Nee, en, houd dat zo, jong. Houd dat zo. 40.000 frank, dat bestaat niet meer. Dat is nu 1000 euro en 100 euro erbij vandaag voor, als waardebon voor de runner-up. Bedankt voor je komst en goede terugreis naar Overpelt. En Geert Benoit uit Menen speelt zijn eerste finale. En ja, Geert. En misschien niet je laatste, dat helpen we je hopen. Je hebt het gemerkt, hè? Rob, tweede aflevering. En... ja. Dat is op jouw konto te schrijven natuurlijk. 2 keer winnen zou 80.000 frank, in dit geval 2.000 euro heet dat tegenwoordig zijn. Of 3 keer winnen is nog een compact iPad computer erbij. En dit is op welk moment, dat is je tip, dat bedoel ik. Succes. Dank u. Hoe noemt men in 1 woord een mannelijk inwoner van Creta? Cretensier. Nee, een Cretenser. Welke Buster of Buster regisseerde en acteerde in de Amerikaanse komische stompfilm The Cameraman uit 1928? Pas. Buster Keaton. In welke sport voerde Jennifer Capriati op 15 oktober 2001 de wereldranglijst aan? Tennis. Tuurlijk. Welke letter komt juist voor de U in ons alfabet? T. Ja, tuurlijk. Welke hit van George Michael uit 87 heeft een titel waarin het woord seks voorkomt? Pas. I want your sex. Dat is de titel, hè? Ja. Als je het in cijfers geschreven getal 99 ondersteboven houdt, welk getal lees je dan? 66. Ja. Doe eens een gokje. Zijn de Waalse tafeltennisspelers Jean-Philippe... nee, wat zeg ik? Jean-Michel en Philippe Zijven tweelingbroers, ja of nee? Nee. Nee, het zijn gewoon broers. Wie werd na de onafhankelijkheid in 1956 de eerste president van Tunesië? Pas. Bourguiba. De Nederlandse regie voor televisiereclame bij de openbare omroepen dan toch heet Ster. Van wat is dit letterwoord de verkorting? Pas. Stichting Eterreclame. Is Nike een Griekse god of een Griekse godin? Een Griekse godin. Godin. Nike moet ik waarschijnlijk zeggen. Nike. Niks. Hoeveel torens heeft de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Doornik? 4. Nee, 5. Dat is toch niet ver van menen. Welke groep rond Brian Ferry was op zondag 1 juli 2001 de afsluiter van het driedaagse rockfestival in Berchter? Pas. Roxy Music. Hoeveel ogen staan er op de onderzijde van een dobbelsteen waarmee je net een 2 hebt gegooid? Een 4. Nee, een 5. Je komt altijd 7 uit, hè? Ja. Anna staat er op welk moment? Nee. Ik zie het niet. En nee. Jij blijkbaar ook niet. Nee. Wanneer? Ja, die tip, als je het dan ziet, dan zeg je... ah ja, natuurlijk, wanneer? Ja. Op dit moment zal ik het moeten zien. Maar... ja. Nee, ik zag het niet. Iets te weinig goede antwoorden, kameraad. Ja. Ben je geen muziekliefhebber? Niet echt, nee. Nee, dus Roxy Music, Brian Ferry? Nee. Zoals de legendarische Pak de Puncho, hè, waarin de 2 Ferret-broers in de jaren 80 ook niet op Brian Furs konden komen. Ja. En Percy, die vonden ze ook niet. Hè. En jij vond het ook niet. Het is 1 lijntje. Dat is 250 euro. Een flop is het zeker niet. Ja, maar geen ticket voor een 2e aflevering. Nee. Succes met alles wat je doet in Menen en omstreken. En bedankt voor je komst. Tot ziens. 1 dag, 1 winnaar. Dat was gisteren. Vandaag alweer geen winnaar. We vinden het ontzettend jammer, want wij willen niks liever dan iedereen met geld en prijzen naar huis sturen als ze hier komen spelen zijn, uiteraard. Maar de regel van het spel is, als je het 7-letterwoord niet vindt,
geen 1000 euro. Morgen de twee laatste spelers van deze week en de laatste aflevering ook van deze week om 6:30 op TV1. Traditiegetrouw. Zeer graag tot dan. Goedenavond. Dit zijn de juiste antwoorden van vorige week. Hiermee kon het woord zwart worden gevormd. De winnaar van deze week is Ria Persoon uit Lommel.